Ja, oud worden en jong blijven, dat is deze maand de thema van Nederland leest. En dat leek ons een mooie kapstok om ook deze editie van Bartalk aan op te hangen. Dus onze redactie heeft hard zijn best gedaan om daar goede gasten bij te zoeken. Ik had een vraag aan u, meneer. Ze zeggen meneer, heel goed. Ik hoorde dat u heel veel beelden van vroeger heeft en zo. En ik wou weten, wat is het mooiste wat u heeft gezien dat vast is gelegd? Het laatste is dat morgenochtend, dan publiceer ik weer een filmpje. En waar gaat het over? Het gaat over het bombardement van Rotterdam in 1940. En het bijzondere daarvan is dat het eigenlijk heel kort na het bombardement is. En de mensen zie je daar allemaal door die ruïnes lopen. De straten die zijn nog bezaaid met puin. Die hebben ze nog niet eens vrijgemaakt. En je ziet de rookwolken nog opstijgen dus uit de ruïnes. En je ziet de mensen dus eigenlijk heel verbaasd, zie je daar rondlopen. Zo, dat is wel mooi materiaal, denk ik. Dat is inderdaad mooi materiaal. Kan ik gelijk een bruggetje maken, Bas? Want we hebben dit niet van tevoren bedacht. Maar ik weet toevallig dat Marjan, jij hebt het bombardement in Rotterdam meegemaakt, hè? Ja. Als klein meisje. Ja. Hoe ging dat? Jij was bij opa en oma? Nou, mijn ouders waren gescheiden. Ik woonde met mijn moeder en mijn broertje in Amersfoort. En mijn moeder had Nederlandse officieren in de mobilisatie in huis. En die waren op 10 mei 's nachts al weggeroepen. En toen kwam mijn vader, die kwam mijn broertje mij halen. Ja, maar mijn moeder zei, ik laat ze niet alleen gaan. Dus die ging mee. En mijn grootmoeder woonde in de Taborstraat in Rotterdam. En dat is dus de moeder van mijn vader. En daar gingen wij naartoe. En toen vochten de moffen al. Ik heb het nog steeds over de moffen, want het over de oorlog gaat. De moffen hier binnen de zalen kan dat wel, toch? De moffen vochten al op de Maasbruggen. Dus er werd geschoten en gebombardeerd en luchtalarm. En ik weet nog, het was moederdag, de 14e. En wij gingen, er was een water- en vuurwinkeltje in de Taborstraat. En dan gingen we nog een bosje bloemen halen voor mijn moeder. Later is dat vergeet ik nooit meer. En toen op de 14e, het was de finale van het grote bombardement. Wij zaten met alle mensen waar mijn oma woonde in een nauwe gang. En het was dus gierend, het luchtalarm en die vliegtuigen die laag gingen en die bommen die vielen. En die mensen op die trap, die werden plotseling heel godsdienstig. En oh, heer, Satan komt ons halen. En mijn moeder ging daar dwars tegenin. Doe niet zo hysterisch. Want die mensen werden helemaal verlamd door de ellende. En mijn moeder was iemand die was ziek. En die ging zo, trok zo zijn haar omhoog. Mijn moeder hield heel goed de kop erbij. En op een gegeven moment viel er een brandbom op het huis. En toen kwam een soldaat mijn broertje en mij en mijn moeder halen. Mijn broertje was klein, ik was 7. En moest op de arm van die soldaat en die vluchtte dus weg. En wat ik nooit zal vergeten, dat in de Lusthofstraat, waar de vrachtauto stond, waar wij ingetild werden om naar de stad uit te rijden. En mijn oma zei nog, nee, ik moet nog even een schoon corset aandoen. Nou mevrouw, mevrouw, dat kan niet, want er is een brandbom op uw huis en uw huis staat in brand. Ja. Kun je nagaan wat een toestand het was.